Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag heb ik de gast Merlin de Freitas. Zij heeft een life coach organisatie. De naam is DAVA. Vandaag gaan we kennis maken met haar en haar de gelegenheid geven om uit te leggen wat haar werk precies inhoudt en hoe zij mensen kan coachen. What we need is a little Q-Time. Merlin, welkom in Q-Time. Hartelijk dank dat ik hier mag zijn. Het is een hele mooie kans. Dankjewel, leuk dat je er bent. Vertel eens wat meer over jezelf, Merlin, voordat we overgaan om te praten over je werk. Ik ben Merlin de Freitas, zelfverbindingscoach van DAVA. Ik ben een moeder van twee. Ik ben een dochter, een partner en vooral een entrepreneur en levensgenieter. Ik hou ervan om mensen eigenlijk te begeleiden in hun journey in life. Omdat ik zelf ook zo heel veel heb meegemaakt, om het zo te noemen. Dan vind ik het ook echt fijn om anderen te zien groeien. Ja, oké. Heel erg leuk. Twee kinderen. Spannend. Ja, inderdaad. Houd je heel druk bezig. Ja, zeker. Vertel ons waar de naam DAVA vandaan komt. DAVA is eigenlijk dezelfde betekenis als mijn eigen naam Merlin. Ik sta voor Beloved. En het komt dus eigenlijk uit het Hindi, maar ook uit het Arabisch. Het staat dus, wat ik al zo net zei, voor beloved geliefde. Want bij DAVA ben je eigenlijk je eerste geliefde. Het leven bij mij start dus vanuit de liefde die je hebt voor jezelf. En dat is dan zelfverbinding. Oké, heel mooi. Very deep. Over nagedacht. Thank you. Merlin, je bent een jonge vrouw. En ik vraag me af waar jij gestart bent met jouw eigen journey als life coach. Ja, dus ik ben inderdaad heel jong, als je het zei. Ik ben 37 jaar. Maar het leven van mij gaat dus eigenlijk met ups en downs. Of het is zo gegaan in het verleden. Het begon al heel jong, toen ik 26 was. Dat ik eigenlijk dan depressief was. Ik liep rond met een zakje met pillen in de hoop dat ik hem een keertje zou durven te nemen. Zodat ik niet meer hier op aarde hoefde te zijn. Er is niet echt specifiek iets geweest waarvan ik zeg van dat was echt een diep dal in mijn leven. Maar ik was gewoon altijd op zoek naar liefde, naar een partner, naar iemand met wie ik die voldoening kan krijgen. En daardoor ging het met ups en downs. Als ik me geliefd voelde, dan ging het goed. Maar als de relatie dan minder ging, dan ging het fout. En daar was eigenlijk dat DAVA mij heeft geholpen om de liefde te vinden bij mezelf. Zodat ik vanuit die voldoening, vanuit mijn eigen kracht, dan mijn leven kan opbouwen. Zodat ik niet keer op keer in die dalen hoefde te gaan. Maar dan gewoon echt zeg van dit ben ik zoals ik ben. Dit is mijn journey en van daaruit hou ik mezelf dan stabiel. Heel erg mooi en dankjewel voor het eerlijk delen. Want het is natuurlijk ook best heel erg gedurfd. Maar dankjewel daarvoor. Zeker nice. Een deel van DAVA. Ja. Het is authentiek leven, dus zijn wie je bent zoals je bent. En ook die acceptatie van je mooie en je minder mooie kanten. Ja, maar dat hebben we allemaal inderdaad. Is er voor jou een turning point gekomen? Om je inderdaad, zeg maar, naar binnen te keren. Om jezelf te gaan leren kennen en daardoor meer van jezelf te houden. Want als je depressief bent en je zei het net, het was up en down. Het is eigenlijk in een cirkeltje beland. Moet er wel iets zijn geweest of gebeurd waardoor die cirkel doorbreekt? Is dat bewust gekomen bij jou? Ja, het is heel jammer geweest dat ik iemand moest verliezen om eigenlijk te komen op een turning point. Het was een van mijn beste vrienden die ik in 2016 verloor aan een verkeersongeluk. En dat was voor mij een moment waarbij ik dacht, zo'n mooie persoon met zoveel potentie en die is er dan niet meer. En ik ben er nog en ik doe niks met de potentie. Dus dat was inderdaad, als je zegt, een turning point voor mij om dan te zeggen van hey, ik neem alles wat ik heb. En ik doe daar iets goeds mee. Ja, oké. Mooi en tragic at the same time. Hè? Jammer dat het inderdaad dat... Ja, heel bittersweet. Ja, eigenlijk wel. Maar jij bent er nu. En ja, ik neem aan dat je die persoon ook meeneemt in jouw eigen journey als een zijnde. Dankbaar voor wat die persoon heeft betekend als een omwenteling in jouw leven. Ja, dat zeker. Ik draag hem natuurlijk met me mee. In spirit, in energy, maar niet als een last voor hem, om zo te zeggen. Ja, nee, natuurlijk niet. Positief. Maar dan moet je zeggen, oké, is goed. Ik ben nu tot mezelf gekomen en nu wil ik anderen gaan helpen, want dat wordt mijn life's purpose. Hoe neem je dat besluit, vraag ik me af, op zo'n jonge leeftijd? Met twee kleine kinderen.
Ja, inderdaad. Die life purpose geeft eigenlijk voldoening. Het is weten waar je doorheen bent gegaan en weten dat er ook anderen zijn die daar doorheen gaan. En er is telkens weer een patroon, want je ziet mensen die eigenlijk vastgelopen zijn, niet meer willen leven, depressief zijn, geen zelfvertrouwen hebben. En dat herken ik allemaal in mijn journey. Je herkent de pijn die ze doorstaan om in een relatie geliefd te zijn. De pijn die ze doorstaan omdat ze succesvol willen zijn, maar vastzitten aan wat anderen van ze verwachten. Dus dat stukje neem ik dan mee, mijn eigen pijn, zodat ik ze kan helpen van, hey, ja, je hebt je pijn, maar ondanks alles durf de stappen te nemen. En dat is voor mij eigenlijk de journey. De purpose is om anderen te helpen vanuit mijn pijn, zodat zij dan in feite de voldoening uit hun leven kunnen krijgen. Ja, oké, maar je start wel met life coaching, maar mm-hmm. Ergens moet je het wel leren, want er moet wel natuurlijk een bepaalde structuur zijn aan hoe je iemand helpt. Dat mooie mm-hmm. natuurlijk wel is als mensen bij jou belanden, dan hebben ze al, eigenlijk zijn ze dan al op zoek naar hulp. Dus dat is wel het mooie ervan. Dat ze toch wel al bezig zijn op zoek naar een pad van verbetering. Ja, je slaat de spijker wel echt op de kop, want het gaat erom dat als je niet ready bent, ik nog zoveel lessen mag brengen, nog zoveel opdrachten met je kan doen, nog zoveel met je kan mediteren. Maar als je niet ready bent om die stap te nemen, dan ga je ook nergens komen, om het zo te zeggen. Ja, dus dat is wel het mooie. Maar wie heeft jou geleerd om een life coach te zijn? Ja, in feite ben ik ook zelf gestart om eigenlijk cursussen af te nemen bij life coaches zelf in Suriname. En dan mag ik twee mooie mensen noemen, Ruth Sinkeler en Tariq Sadiq. Zij hebben me echt on the journey geholpen om mezelf te vinden. Maar heel open en heel eerlijk en non-judgmental. En daardoor ben ik eigenlijk verliefd geraakt op die life coaching. Ik heb toen dan de cursussen gevolgd. En daarnaast heb ik ook creatieve therapie gedaan en psychologie, zodat ik eigenlijk wat meer houvast en background heb voor mijn programma's. Ja, maar dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Als je praat over life coaching, denk ik dat je toch wel wat raakvlakken hebt met psychologie. En hoe doe ik dat verkeerd bij life coaching? Kan ik me voorstellen dat er toch ook best wel wat emoties loskomen. Dus ja, het is wel wat meer dan alleen maar, oké, is goed. Ik ga mensen helpen inzicht geven in hun leven. In de meeste gevallen komt er heel veel emotie, omdat mensen echt met hun verhaal zitten. Het is nog steeds taboe eigenlijk om hulp te zoeken. Dus voor veel mensen om de stap te nemen, dan is er best wel veel emotie. Ik heb ook wel altijd mensen die bij mij huilen en echt de pijn voelen. Dus ik snap het dat het nog heel wat neemt met psychologie. Begrijp ik wel dat je al gauw een label krijgt van, je bent chronisch depressief en dat doen we niet bij life coaching. Je mag komen zoals je bent en we geloven dat alles veranderlijk is. Het is niet statisch en dat vind ik eigenlijk het mooiste verschil. Ik kom niet met dit is jouw medicijntje en hiermee zal ik je helpen. Maar ik benader je vanuit waar je bent en dan werken we aan die verbetering in je leven. De verhalen die via mensen bij jou komen, dat is best ook wel emotioneel en best wel ook heftig, hè? Kan heftig zijn, ja, waar mensen doorheen zijn gegaan. Jij komt zelf vanuit een achtergrond waarin je ook de circle kent, de rollercoaster van up en down. Hoe ga je daarmee om? Hoe breng je balans in wat je van je werk meeneemt en je niet daardoor laat belasten op toch ook wel een emotionele rollercoaster die jij ook achter de rug hebt? Ja, dus dat is het mooie, want bij coaching is er altijd sprake van overdracht, dat je aanvoelt de pijn en verdriet en het raakt ook zaken in jou. Maar ik zie het eigenlijk energetisch, de mensen komen bij mij zodat ik ze kan helpen, maar along the way heb ik ze dan ook nodig voor mijn eigen healing. Want je merkt dan vlakken van nee, ik dacht dat ik daar al over was, maar het doet nog steeds pijn. Hoe kan ik dat anders doen? En zo eigenlijk is er die balans van, ik neem hun verhaal niet mee, want het is, om het zo te noemen, hun probleem en niet mijn probleem. Dus daar leg ik eigenlijk de grens. Zij komen bij mij voor hulp, maar ik zorg ervoor dat ik ze help en niet dat ik het probleem voor ze oplos, want dat moeten ze uiteindelijk zelf doen. Oké, maar het gaat ook om een stukje bescherming van jezelf, hè, daartegen. Ja. Maar ik vind het heel mooi dat je zegt dat hun verhaal ook weer wat doet met jou. Want als je hun verhaal hoort, denk je, wacht even, herkenbaar, dat raakt me toch. Dan moet je even weer terug naar jezelf om te gaan onderzoeken hoe dat nou precies in elkaar zit. Helemaal.
Ja, dus het gaat altijd om levenslange healing. Je merkt elke keer weer dat je een stukje groei doormaakt. Maar toch door die conditionering van vroeger, door dingen die er zijn gebeurd met je, dat er toch wel kleine resten blijven hangen. En dan tijdens een gesprek, dan merk je dat gewoon, waardoor je dan weer een stukje verder kan met je eigen groei. Ja. Ja, onze rugzak wordt alleen maar zwaarder naarmate het leven vordert. Ja, inderdaad. Ja. Marilyn, heel erg fijn je gesproken te hebben. We hebben wat meer inzicht gekregen in wat je doet en wat het allemaal inhoudt. Jouw organisatie DAWA is open voor mensen. Dus mensen zouden contact met jou kunnen opnemen als dit gesprek heeft aangesproken en herkenbaar naar hulp zoeken. Dan mogen ze contact opnemen met jou. Hoe gaat het eraan toe? Ze nemen contact met je op. Is er eerst een intakegesprek? Hoe werkt dat precies? Er is altijd een intakegesprek, maar tijdens het intakegesprek dan coach ik ook gelijk. Dus ze komen bij mij, we maken kennis, we bespreken gelijk eigenlijk hun hulpvragen, om het zo te noemen. En dan pak ik gelijk de handvaten erbij, dat zijn de werkboeken. Dus dan gaan we gelijk opdrachten doen, zodat zij eigenlijk al op weg kunnen gaan met hun journey. Oké, heel erg mooi. Hartelijk bedankt voor het gesprek. Heel erg veel succes. Hartelijk dank, Odette. En fijn dat ik hier mocht zijn. Ja, graag gedaan. Succes ermee. En ik zou zeggen, ik wens je eigenlijk niet veel klanten toe. Omdat dat wil zeggen dat mensen hulp nodig hebben. Ik hoop dat het gewoon goed gaat met iedereen. Ja. Ja, dat is het doel ook. Maar ja, dan moet je een ander beroep gaan zoeken. Dus dat is ook niet leuk, hè? Dus... Oké, Marilyn, dank je wel. Ook hartelijk dank, Odette. Is en goed. Een fijne dag. Jouw, dank je. Bye. Bye. Dat was het gesprek met Marilyn de Vrijtas. Zij is life coach. Haar organisatie heet DAWA. Heeft iets uit dit gesprek u aangesproken en heeft u interesse om kennis te maken met Marilyn, om te kijken wat zij misschien voor u zou kunnen betekenen, dan is zij sowieso ook op social media te vinden. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.